Vanaf 1 april van dit jaar wordt in België een kilometerheffing ingevoerd voor alle voertuigen van meer dan 3,5 ton. Het systeem wordt geïnstalleerd en beheerd door Satelliq, dat als winnaar uit de bus kwam van de openbare aanbesteding die door de drie gewesten was uitgeschreven. De heffing wordt afgerekend via een mobiel toestel, een zogenaamde onboard unit of OBU. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel GPS als GSM-technologie. Deze OBU's kunnen besteld worden via de website van Satelliq, waar u zowel uw voertuigen als uw onboard units kan beheren. Het registratieproces bestaat uit een aantal eenvoudige stappen, gaande van het creëren van uw account, het bestellen van de onboard units, het koppelen van de OBU's aan uw voertuigen, tot en met het kiezen van uw betaalmethode. Maar wat moet u doen als u in België aankomt zonder OBU? Dat is eigenlijk heel simpel. Men dient gewoon een onboard unit af te halen aan een servicepunt. En er zijn servicepunten in ongeveer 130 locaties. Zowel in België als in het buitenland, net voor men België binnenrijdt. Dus aan zo'n servicepunt kan men een onboard unit afhalen tegen de betaling van €135. Door middel van zuignappen wordt de OBU bevestigd op de voorruit van het voertuig. Het toestel kan aangesloten worden op de sigarettenaansteker. Bij het starten van het voertuig is het noodzakelijk om het toestel aan te zetten en letterlijk te wachten op groen licht, zodat u in alle gemoedsrust de weg op kan. Maar wat als het lampje plots rood wordt? Het lampje kan rood worden bij een technisch defect, maar het kan ook rood worden bijvoorbeeld in geval van een betalingsprobleem. Het kan zijn dat de kredietkaart niet meer voldoende gedekt is, of het kan ook zijn dat in het kader van voorafbetaling dat het tegoed op de onboard unit op nul staat. Dat men eigenlijk het tegoed al heeft opgereden. Men dient dan het callcenter van Satelliq te bellen. Men dient echt melding te maken van het probleem. En men dient ook het tolnetwerk zo snel mogelijk te verlaten. Een laatste tip voor onderweg. Wacht niet langer om uw OBU's te bestellen, want als u ermee uitgerust bent voor 1 april, dan blijft u bespaard van boetes.